gaat soms heel snel, backstage. De jongens moeten zich soms omkleden in 2 minuten. Dus Jesse komt al alleen. En daar bevalt Paul, voilà. Heren, hoe gaat het ondertussen? Want ik weet, backstage is iets van het een naar het andere. Super druk. Ja. Maar ik ga even rustig neerzitten. Ja, ontspan jezelf. En dus je mag meteen altijd actie ondernemen, want je moet ook een baas, nummer nemen. 4. 4. Yes. De afgelopen jaren zijn er weer enkele topsporters uit de kast gekomen. En toch blijft het in sommige sporttakken een taboe. Heeft het jou ooit tegenhouden om een bepaalde sport te gaan beoefenen? Ik heb 14 jaar geturnd. En in het begin dat ik turnde, werd ik soms wel schommel genoemd, zonder dat ik echt wist wat dat was. Omdat we dat gewoon niet op school hadden geleerd. En dus daar ben ik dadelijk nog mee bezig gehaafd worden. En toen ik les begon te geven, heb ik er zelf voor gekozen om niet openlijk te zijn over mijn geaardheid, om reacties te vermijden van ouders. Nu, ondertussen ben ik al heel lang uit de kast en weet iedereen het ook en heb ik eigenlijk nooit heel slechte reacties, eigenlijk geen slechte reacties gehad. Dus voor mij is dat zeker geen probleem geweest. Oké, dankjewel Jesse. Falco, ook jij mag een nummer uit de... Yes. Ik kan dat niet lezen, wacht. 3. De laatste jaren is het geweld tegen volleybies weer toegenomen. Ben je zelf al in contact gekomen met verbaal of fysiek geweld en wat zouden we hier eventueel kunnen tegen ondernemen? Zelf ben ik in contact gekomen al met verbaal geweld. Fysiek geweld heb ik ook al gezien. Ik heb ook al een paar vrienden gehad die zomaar in elkaar werden geslagen zonder enige aanleiding. Ik denk als je aan mij vraagt wat je daar het beste aan kan doen, denk je dat het belangrijk is dat in het onderwijs dat we de kinderen aanleren dat er niks verkeerd is met homoseksualiteit. Want soms kampen zij met ideeën die zij van thuis meekrijgen. En ik denk dat het belangrijk is dat wij die vooral ervoor zorgen dat de nieuwe generatie opener staat voor volleybies. Ja. En voor alle andere verschillen in de wereld. Okay. Ja. Dank jullie wel, heren, om de spits af te bijten. Dank u. En ondertussen zie ik de volgende twee heren al klaarstaan, Nick en Jordi. Ik dacht, Jordi, die zal nog wel een keer een gin tonic voor mij hebben meegenomen, maar nee. Ah, wacht. Zet je maar. Je mag ook een vraag nemen, Jordi. Hoe grabbelen? 8. Sinds 18 mei 2006 kunnen homo's en lesbiennes kinderen adopteren. Hoe sta je hier tegenover en heb je zelf ook een kinderwens? Heb ik wel een kinderwens. Ik ben zelf nu 19, dus het zal allemaal voor een tijdje zijn tegen wanneer ik aan kinderen begin. Zelf ga ik ze ook adopteren. Ik vind dat geweldig dat in 2006 volleybies ook kinderen kunnen adopteren. Maar toch, waarom was dat nodig? Allee, iedereen met een kinderwens zou een kind kunnen en moeten adopteren, vind ik. Ja, dat is waar. Nick, dat is ook meteen jouw thema. Maar niet jouw vraag. Dus jij mag een ander nummertje nemen. Nummertje 5. Uit cijfers blijkt, Nick, dat er nog steeds veel mensen gepest worden op school en werk omwille van hun anders geaard zijn. Ben je ooit in aanraking gekomen met pesters om die reden? Ik ben heel lang gepest geweest. Dat was begonnen op de lagere school, werd ik al gepest voor homo, terwijl ik nog niet eens wist dat ik homo was. En dat heeft zich dan doorgetrokken tot aan het middelbaar. En dan heb ik op een bepaald moment kunnen zeggen van, kijk, staat het u niet aan, daar ga ik niet meer mee inzitten. Ik ben dan ook sterker uit gewoon en heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. En ook daarom heb ik mij ingeschreven voor deze verkiezing. Omdat ik heb door mijn homoseksualiteit heb ik een doel gekregen en een visie. En zie ik ook in dat wij harder moeten werken om iets te kunnen bereiken in deze maatschappij. En ik heb een visie voor adoptie. Ik wil het statuut veranderen dat ouders krijgen. Het is het tekenen van de notariële akte en de uitspraak van de rechtbank, want dat is veel te lang. Dat duurt soms 2 jaar, waarin dat de ouders niet eens zeker weten van is mijn kind nu wel mijn kind? En die onzekerheid, die kan er niet zijn volgens mij. Dat klopt helemaal. Dankjewel, Jordi en ik.
Jorgen, kom er gerust en gezellig bij zitten. Davy? Ja? Jij mag ook in de nummers nemen. Nummer 7. 7. In landen zoals Iran en Jemen staat er vandaag de dag nog de doodstraf op homoseksualiteit. Welk gevoel roept dit bij je op en waarom? Goh, we hebben net een filmpje te zien gekregen. Het maakt me boos. Het doet me heel veel pijn. Het maakt me bang. Maar het maakt me ook strijdvaardig. Ik bedoel, we gaan richting oktober. De verkiezingen komen terug aan. Ik denk dat we vanuit de community eens terug moeten de politiek gaan wakker schudden dat er nog heel veel werk aan de winkel is. Ook als ik zie dat er nog 72 landen zijn waar homo-holibi gestraft wordt. En ook de manier waarop, ik bedoel, daar worden mensen gemarteld, zweepslagen, gestenigingen. Ja, dat is toch niet meer van deze tijd, dus ja, nee. Er is nog heel veel werk aan de winkel. Zeker niet, inderdaad. Dankjewel, Tim. Jij mag ook een nummer nemen. 11. Vind je initiatieven zoals de Antwerp en Brussel Pride vandaag nog noodzakelijk? Zeker en vast. Heel veel mensen zien de Pride als een feest waar wij samenkomen. Maar dat is, de Pride is veel meer dan dat. De Pride is waar we opkomen voor onze rechten en gelijkheid in de maatschappij. Want wij als België, dat eigenlijk ook nog heel veel te leren heeft. Maar we tonen wel aan andere landen zoals Rusland en Iran, dat wij mensen proberen te accepteren, ongeacht hun geaardheid of geloof. Dus ik vind dat de Pride heel belangrijk is. En zeker. Ja, leven de Pride. Yes. Dat onthoud ik. Dankjewel, Davy. En Jorgen. Dan mag jij er meteen invliegen om een balletje te nemen. Balletje nummer 9, alsjeblieft. Bart, het percentage zelfdodingen bij holibies en transgenders ligt de laatste jaren enorm hoog. Kan je hier een verklaring voor geven? Ja, suïcidaal gedrag is sowieso al een samenspel van verschillende factoren. Denk er maar aan depressies en burn-outs. Specifiek voor de LGBT-community kan ik wel een aantal oorzaken bedenken. Te beginnen vind ik persoonlijk dat het geweld de laatste jaren achteruit is gegaan. Bijvoorbeeld onze eigen mister, Jamie, heeft daar jammer genoeg ook mee te maken gekregen. Maar bij deze wil ik hem ook even een pluim geven, want ik vind dat hij daar heel bemoedigend mee is omgegaan. Hij had even gewoon in een hoekje kunnen kruipen, maar nu heeft hij zijn verhaal gedeeld en ongetwijfeld ook mensen mee geholpen om daarmee naar buiten te komen. Verder is het ook zo dat de holibi community niet vlug over problemen durft te praten. Het zijn psychologische problemen en daar ook hulp voor om te zoeken. Verder zijn er ook heel veel jongeren die nog altijd problemen hebben met hun coming-out. Geen steun vinden bij hun ouders. En ik vind dat heel belangrijk dat we daar blijven inzetten voor de zelfmoordpreventie. Onlangs is het bijvoorbeeld ook bekendgemaakt in de media dat 4 op de 10 jongeren zich niet veilig voelen op school. En dat is toch wel, ik vind dat hele indrukwekkende cijfers. Zeker voor jongeren, opgroeiende, kwetsbare jongeren. Maar als ik positief mag afsluiten als antwoord, voor nog een kwetsbare groep, specifiek dan de transgenders, hoop ik dat de nieuwe transgenderwet voor velen een lichtpuntje, of laat ons zeggen, een regenboog voor de nieuwe community. Oké, dankjewel. Bart, mooi. Olivier, ook voor jou. Grappel er maar een keer in, er is al meer plaats dan daar straks. Balletje nummer 1. Balletje nummer 1. Meer en meer, Olivier, duiken er tegenwoordig homoseksuele personages op in tv-programma's en series. Denk je dat dit kan helpen om de algemene aanvaarding te vergroten? Ja, dat denk ik zeker. Want het feit is dat dat op realiteit wordt uitgebeeld op tv. Like in een serie zoals Thuis met een kaart die de transities ondergaan. Of zoals in Familie de Chef dat ook homoseksueel is. Ik denk dat dat heel positief is dat dat zo wordt geuit. Want daardoor zien mensen dat op beeld. Gaan ze dat leren verdragen? Zoals Ketnet, die sensibiliseert de jeugd van tegenwoordig ook al. Daardoor hebben ze ook de Savaria Media Award gewonnen. Ze zien dat het heel belangrijk is dat de sensibilisering al gebeurt. Omdat ze daarmee ook op hun werkvloer, wat mijn thema dan is, ook meer verdraagzaam gaan zijn dan mensen met een andere geaardheid. Oké, dankjewel. Hart en Olivier. En dan ook graag Remy en Andreas bij me op de sofa. Heren, goeie avond. Remy. Goedenavond. Bonsoir. Bonsoir. Jij mag ook een nummer uit de vaas nemen. Ja.
Nummer 6. Nummer 6, inderdaad. Jeremy volgt een cursus Nederlands en ik ben ook gevraagd om de vraag perfect in het Nederlands te stellen. Dus dat ga ik dan doen. Homo's en lesbiennes kunnen sinds 1 juli 2003 officieel met elkaar trouwen voor de wet, maar niet voor de kerk. Ben jij gelovig? En wat vind je van de visie van onze huidige paus ten opzichte van homoseksualiteit? Moeilijke vraag. Bedankt. Ik zal in het Nederlands proberen. Ik ben niet gelovig, maar als ik het ben, zo ik protestant ben. Er zijn veel protestante kerken die homohuwelijk doen. Ik denk niet de paus is een slechte imam. Hij zegt dat homoseksualiteit geen probleem is. Ik denk dat het een vooruitgang is. En vergeet niet, de Vaticaan, het is de paus, maar er zijn ook de kardinalen. De kardinalen zijn heel conservatief. Ik denk de kardinalen moeten minder conservatief zijn. Dat is mijn opinie. Oké, dankjewel, André. Andreas, ik ga nog een nieuwe vraag stellen. Ik heb nummer 2. Nummer 2. Mr. Gay Belgium is een ambassadeur voor en van de LGBT-gemeenschap. Welke projecten zou jij ondersteunen als je vanavond tot Mister zal worden verkozen? Wel, Bram, ik heb het eigenlijk van in het begin gezegd, van in het begin van dit avontuur. Ik wil een positieve noot zijn. Ik vind dat als we de positieve dingen die gebeuren, en er zijn er heel wat rond de LGBT-problematiek, ik denk dan aan de campagne van Zwitserplein onlangs. Op de kus op de Olympische Winterspelen die de wereld is rondgegaan. Er is door mijn medefinalisten nog een aantal positieve dingen, zoals het komt steeds meer in de media ook. Als we die dingen meer in de kijker zetten, dan hoop ik dat als wij die boodschap uitdragen over Europa en over heel de wereld, dat, dat ze inzien dat zij fout zijn, omdat het hoeft geen probleem te zijn. Maar het hoeft geen problematiek te zijn. De LGBT-problematiek. En daarom, ook mijn slogan, laten we trots zijn op wie we zijn, waar we ook gaan. En dat zou ik willen, zoveel mogelijk willen uitdragen. Dankjewel, Remy en Andreas. En dan roep ik graag Simon en Jozef er nog even bij. Heren, jullie hebben wel heel lang moeten wachten. Oh, verschrikkelijk. En zoals je zelf ziet, is er niet veel keuze meer. Dus Simon, laat je gaan. Nummer 10. Nummer 10. Yep. Op sommige plaatsen in de wereld, Simon, zoals Tsjetsjenië, worden homo's opgesloten en gemarteld in concentratiekampen. Op verdenking van homoseksualiteit. Welke gevoel roept het bij je op? Ik vind dat nog steeds verschrikkelijk dat dat gebeurt. Omdat dat precies overkomt voor die mensen dat wij hetero zou moeten zijn. Het is ook vaak een leidersweg voor ons als holibi om onszelf te mogen zijn. Kijk naar mij, ik heb dat zelf meegemaakt. Mijn mama die mij niet aanvaard heeft tijdens mijn coming out. En ik denk omwille dat dat nog steeds gebeurt, dan jongeren en ouderen minder vlug uit de kast gaan durven komen. Omdat dat nog gebeurt. Ja, dat is waar. Jozef? Ja. Ik zou zeggen, grabbel een keer goed. Oké, ik ga proberen. Nummer 12. Dat is mooi. Onze regering, Jozef, keurde vorig jaar de afschaffing van het levenslang verbod op bloeddonatie door homomannen goed. Maar, Jozef, homo's mogen dus bloed geven, maar enkel als ze 12 maanden geen seks hebben. Wat vind je daar nu van? Wel, de afschaffing van het levenslang verbod van bloeddonatie voor homomannen vind ik een goede zaak. Alleen de voorwaarde die eraan gekoppeld is, van 12 maanden geen seks te hebben, maakt die wet eigenlijk onmogelijk en vind ik nutteloos. Want nu voelt die wet alsof die er is moeten komen om
discriminatie te voorkomen. En dat is eigenlijk wel spijtig als we dan naar andere landen kijken, waar dat dan 4 tot 6 maanden wachttijd is en hier in België nog 12 maanden, dan vind ik dat eigenlijk wel erg. Ten slotte gaat het erom dat de mensen die dan bloed nodig hebben, bloed krijgen, en van wie dat is, speelt natuurlijk geen rol. Dankjewel, Simon. Hey, we'll see you.